We gaan beginnen en dat is eigenlijk met het snijden van de bloemkool in hele kleine roosjes. En wat we gaan doen is een beetje een pikkeltje maken. Want zo'n paté is natuurlijk heel vet, vettig. En de frikandel is natuurlijk ook heel vettig. En wat eet je daar dan bij als tegenhanger? Iets zuurs. Ik snij eigenlijk die stronkjes een beetje kleiner. Die kun je ook eten natuurlijk. En dan kan ik die roosjes een beetje losbreken. Ik heb nu een half bloemkooltje gesneden. Het lijkt me genoeg voor een hele paté, maar u bent natuurlijk vrij om dat hele ding te gebruiken. En u zou ook in plaats van bloemkool andere dingen kunnen gebruiken, als bijvoorbeeld een winterpeen in plakjes of in blokjes. Of ui, dat is hier natuurlijk ook heel lekker in. Of heel fijne reepjes prei. Moet wel een beetje een stukje hebben of een bijtje hebben die je kunt oppakken met een klein vorkje of met een cocktailprikker. En het leuke van een bloemkooltje is dat is... Het is wit. Als je er, zoals ik, zo direct kurkuma in doe, dan wordt die mooi geel. Maar zou je het met rode wijnazijn maken en misschien met een bietje erin, dan wordt die natuurlijk heel mooi roze. Dus je moet het gewoon natuurlijk heel aantrekkelijk maken voor de eter om het te gaan eten. Het moet mooi op tafel staan. Ik heb nog een half uitje over van Stefan en die ga ik even in kleine ringen snijden. Alles wat u over heeft, dat kan erin. En een teentje knoflook. In grove plakjes gaan ze er gewoon in. Die geven lekker smaak af aan die azijn die we gaan gebruiken. Kijk, ik had zulke mooie foelie gevonden op de markt hier. En ik wou het even laten zien. Want foelie, dat is de schil, of eigenlijk het vliesje, of de schil die om de nootmuskaat heen groeit. Dit is nootmuskaat en dit is foelie. En dus het heeft een beetje dezelfde smaak, maar je gebruikt foelie dus eigenlijk zoals je laurier gebruikt. Hè. Dat trek je, dat haal je ook weer uit de soep of uit de saus. En nootmuskaat, dat rasp je natuurlijk als poedertje over bloemkool heen bijvoorbeeld. Foelie gaat erin en ik zei het al, een laurierblaadje gaat er ook op. Koriander. Ongeveer een eetlepel, zoiets. Het hoeft geen poeder te zijn. Want het is eigenlijk een soort pekelbadje wat we gaan maken. Ongeveer 6 kruidnageltjes. Zo. En een snuf kurkuma. Ongeveer een theelepeltje. En dan gaan we er nog zout en peper in doen. Ik heb hier appelazijn, maar witte wijnazijn zou natuurlijk ook kunnen. Ongeveer 200 milliliter. Ietsjes meer. Hè? We zijn in een royale bui. En er gaat veel meer water op, iets van 300, nou laten we zeggen, ik heb nu ook iets meer gebruikt, 300-400 milliliter. Want anders wordt het natuurlijk bremzuur. Net aan de kook laten komen en dan is het ongeveer al klaar. Inmiddels zijn mijn bloemkooltjes mooi afgekoeld. En kijk hoe ontzettend mooi van kleur het geworden is. En als het goed is, hebben ze nog een beetje een bite. Ja. Mooi hè, hallo. Dat ziet er echt goed uit. En u zou er nu natuurlijk ook nog een paar reepjes rode peper doorheen kunnen gooien. Of wat blaadjes peterselie voor de kleur. Nou, dat is helemaal aan u. Goed, à table. Heeft u dit gerecht ook gemaakt? Laat dan in de comments hieronder weten hoe het u verging. En wilt u meer video's zien van bijgerechten? In de playlist hiernaast staan ze allemaal. En als u zich abonneert, dan mist u nooit meer een nieuw recept.